Mark, gefeliciteerd met uh, je nieuwe contract. Dankjewel. Je tikkent uh, voor twee jaar bij. Waarom wil je graag blijven? Omdat ik het heel goed naar mijn zin heb. Ik heb uh, vertrouwen en geloof in het uh, project waar we samen mee bezig zijn in de komende jaren. En daar wil ik graag een onderdeel van uitmaken. Toch was er ook wel interesse van uh, andere clubs. Was het dan makkelijk om toch voor VVV te kiezen? Um... Ja, er zijn natuurlijk altijd afwegingen die je moet maken voor jezelf, en dat heeft te maken met jouw uitdagingen privé en ook zakelijk. En voor mij was het gewoon alles bij elkaar opgeteld. De lokroep van andere clubs niet groot genoeg om bij VVV weg te gaan. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. En ja, hier valt nog heel veel te winnen, en daar, ja, daar wil ik graag een onderdeel van zijn in de komende jaren nog. Sinds vorig seizoen ben je actief als coach scouting. Wat doe je precies in die functie? Ja, mijn voornaamste taak is ervoor te zorgen dat, uh, dat de schaduwelftalen zijn. Hè? Dat uh, op het moment dat er een speler vertrekt, dat we nieuw aan uh, kunnen boren. Uh, dat we op den duur ook natuurlijk geld kunnen gaan maken met spelers. Dus het moet renderen en onze doelstellingen kunnen behalen. En waar ben je dan nu vooral mee bezig op dit moment? Nu uh, De korte termijn is natuurlijk de transfer window uh, deze, deze winter. En uh, nou ja, goed, we gaan kijken wat daar weer gebeurt. En dan de langere termijn ben je ook al mee bezig, natuurlijk? Zeker, natuurlijk liggen de schaduwen wel al klaar voor van de zomer. Um, we weten ja, wat we graag willen, alleen het is altijd natuurlijk uh, marktwerking. Hè? Een kwestie van vraag en aanbod en dat moet bij elkaar kunnen komen. Maar de schaduwlijsten die zijn wel klaar. Je zegt, ik geloof heel erg in het plannen van, uh, van VVV. Wat uh, is dat plan precies dan? Het plan is dat we in ieder geval bezig zijn met visie en beleid de komende jaren. We hebben nu heel duidelijk welke kant we op gaan, met welke mensen. De popjes daarin zijn heel belangrijk. Ik werk fijn samen met, uh, met Roger Bongaarts, met Marco Bogers, met uh, Stam Valks, met Willem Jansen. Uh, dus ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik voel me ook prettig binnen de club: de trainers, uh, de staf, de spelers. Uh, de hele organisatie staat me goed aan. En uh, ja, dat is belangrijk. Hoe ervaar jij dit seizoen tot nu toe? Het gaat nu de goede kant op. Ja, het gaat de goede kant op, zeker. Uh, natuurlijk is de uitdaging uh, nog altijd om eind van het seizoen, hè? want dan worden de prijzen verdeeld. data staan waar je, waar je moet staan. Maar je ziet wel dat er ontwikkeling in zit in het team, maar ook individueel in spelers. Het is, uh, de laatste weken vind ik uh, steeds beter. Het is een genot om naar te kijken, omdat je ook teamspirit ziet. En laten we hopen dat we dat door kunnen trekken in het nieuwe seizoen. Dat mogen we vanaf nu eigenlijk niet meer loslaten.